Het is mooi geweest, de dagen en de nachten, het eindeloze wachten. Het is mooi geweest, tussen jou en mij. Het is mooi geweest, de mailtjes die we sturen, telefoontjes die lang duren. Het is mooi geweest, maar alles gaat voorbij. Alles gaat voorbij. Alles gaat voorbij. Hallo allemaal, we zijn er weer. Tenminste, ik. Met Minecraft. Speciale serie. Uiteraard. Goed. Jullie weten dat deze serie is al bijna afgelopen. Het is het eerste seizoen. En nu moet ik even laten branden. Ik moet echt eten. In de vorige aflevering ben ik, zoals jullie misschien wel hebben gezien, toen ik gekild door een skeleton. Niet echt leuk, dit is aflevering 19 als het goed is. Dus, ja, we zijn echt al bijna klaar. En dat zou ik niet echt leuk vinden. Maar goed, als we klaar zijn, dan kunnen we natuurlijk beginnen aan iets anders dat wekelijks wordt. We gaan namelijk 2 maanden de tijd hebben we om alles van deze map te voltooien. En ik maak elke week een video met wat erbij is gekomen. Dat zet ik dan op mijn kanaal. En de laatste keer laat ik alles nog een keer zien. En die laatste keer is tegelijk de eerste aflevering van het tweede seizoen van deze serie. Dus, dan zijn we ook daarover alweer klaar. En dus nu gewoon, let's go. I need more stuff. En dan bedoel ik glas. Oké. Kom op. Nou. Damn it. Dat voor de tweede keer zo haken. Oeh, skeleton. Poing, 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 poing. Ja! Auw. Jij mag niet slaan. Nee, jij mag niet schieten, skeleton. Dat mag jij niet. Want dat doet pijn. Wow, wow, wow. Oké. Verder met ons glazen huisje. Die hopelijk binnen deze aflevering al af is. Wat gaan we eigenlijk nog allemaal doen in deze aflevering? Ik weet het niet. Tja. Misschien gaan we nog heel veel ondergronds. Op zoek naar lava, want ik hoop echt dat ik dat vind voor dat we die 2 maanden gaan werken. Dat werk aan deze map doe ik trouwens niet alleen. Met al mijn XP zal uiteindelijk ook weg zijn. En ik denk dat ik het samen met Rick ga afmaken, alles. Tenminste, dat zou ik wel het handigste vinden. Oké. Okay. Tweede van de binnenwerken. Zo. Die en die. Ik heb nog wat zand in. Oké, mooi. Tja. Heb ik nog ergens wat verdenken? Oh, wacht. Ik heb genoeg glas. Als uiteindelijk al het zand gesmolten is. Tenminste, eigenlijk versmolten. Want als het zand smelt, dan ben ik het waarschijnlijk kwijt. Maar goed, het moet dus versmelten. Waar ik omsmelten bedoel ik. Ja, ik heb momenteel echt haast niks om te vertellen.
Ach ja, kan eens gebeuren. No. Ik heb eerder iets verkeerd geplaatst. 2, 3, 4, zo. Oké, we moeten toch een klein gedeelte met een nadruk op klein. Oké, kom op. Door. Osiris krijg ik nooit af binnen deze afleveringen. En ik heb hierna nog die uur special, dus dat is ook lekker leuk. Kip ik opeten. Zo. Nee, ik wil hierin. Oké, dan glas. Glas. Bel. Hout. Kom hier, bomen. Ik wil jullie kapot maken. Oeh, zand. Maar dat hebben we overal wel. Dus zo speciaal is het niet. Oeh. Hoho, dat was pas nice. We hebben gewoon weer een hele boom laten omvallen. Oeh, oeh. Blaadje. Oké, we zijn er bijna. Ik weet trouwens ook al, ik weet trouwens al waar die sugarcane's komen te staan. Ik neem het er ook wel even mee, dan ga ik die ook alvast op de juiste locatie zetten. Dat is minder werk voor mij voor als we uiteindelijk die 2 maanden eruit gaan met deze serie. En 4 dagen met een kanaal. Trouwens, zodra we aflevering 20 hebben opgenomen, gaan we er eigenlijk al uit. Heb ik eigenlijk die dingen al verplaatst, die sugarcanes of zo? Ik zie nergens anders meer sugarcanes. Nu liggen al die dingen. Staan die al of zo? Volgens mij niet. Oh, spin. Spin zit hierin. Ah, zit dus hierin. In mijn eigen piramide. Die gemaakt is vooral van stone. Ah, cobblestone en zand. Nu heb ik nog een spinnenoog nodig om op te eten. Zo, eigenlijk is het niet echt lekker een spinnenoog, maar goed. Het kan mij niet zoveel schelen. Zit er nog een van de beest in Osiris? Hoop het niet voor de beest. Nope. En ik heb nog altijd dit hele gedoe dat een van die muren te dichtbij staat. Dit is 6. Ja, dit is 7. Of nee. 3. Ja, wel 7. Dit is 2, 3, 4. 1, 2. 3, 4, 5, 6. Ja, 7 klopt ook. Dus dat betekent dat ik gewoon hier even een muurtje aan moet maken. Ik heb inmiddels die muurtje even een rijtje naar die kant verplaatst. Maar wacht even, kan ik allemaal wel recht zetten in een andere serie. Nee, ja. Zo. Dat kan ik allemaal nog wel recht zetten. Tijdens het verbouwen van de hele map. Dus. Nou ja. Even kijken. Wat hebben we nodig? Cobblestone niet. Kijken of ik echt. Of ik echt nergens mijn sugarcane heb. Nee, ik heb nog maar 1 sugarcane.
zijn dan... Oh ja, ik heb hier ook boeken. Wat voor boeken? Ik kan ergens boeken. Want ik hoop echt niet dat ik die supergeniste boeken heb van hem. Hier heb ik nog 21 boeken. Nee, maar ik heb er toch waarschijnlijk een boeken verplaatst. Dan ga ik dit maar even op de plaats neerzetten waar ik het wilde. En wacht, verras, onmogelijk, zak. Nee, het kan nog wel. Even kijken, wat is de volgende stap? Zo. Oké. Ik heb nog één zandsteen nodig. Oké, okay, dat is mooi. Oké. Okay. Dan heb ik een beetje prepared. En ik heb nu een shovel nodig. Nou, dan kun je eerst maar eens... Nee, ik blijf gewoon weer buiten deze keer. Een shovel. Heb ik ergens... diamonds heb ik sowieso wel. Glas. Diamond. Heb ik ergens losse sticks? Nope. Moet je me vermaken. Ik zag dat ik hier ook nog een hendel had. Dat is mooi. Oké. Diamond shovel. Ik zit er nou al beesten, lopen nu al rond. Kom dan, stomme spin. Oeh, spinnenoog. Creeper. Oh no, creeper. Oké, okay, nu hebben we precies genoeg voor 2 TNT, dat is mooi. Oké, hier alles even goed zetten. Even alles in dit hok. Hier kan ik trouwens al mijn chest wel dumpen. Hoe wordt dat Osiris wordt dan gewoon een soort hotelletje. Dat kan ik wel doen. En dan laat ik er echt een precies in wonen. Maar ja, hij komen er wel uiteindelijk nog. En precies. Ik kan weer echt op binnen 3-2 maanden. Kom maar, een stomme zombie, ik wil je kunnen raken. Oké. Okay. Kom, dan zit hier nog ergens een beest. Zit hier nog alles en er zo. Ergens een beest, ja, een paar skeletons. Maar ik heb natuurlijk weer geen pijlen bij me. Ah, stomme skeleton. Oh shit. Oké. Run. Run for your life. Oké.
Ben ik hier veilig? Ja. Snel iets eten. En om mijn leven proberen terug te krijgen. Oké. Swords. Heb ik een... Ja, ik heb nu al een arrow. Eentje maar dat is meer dan genoeg. Daar zit hij. Zodra ik op de helft ongeveer ben, wat ik nu dus ook ben, de eikel. Oh, niets te veel bewegen. Oké, yes. Bones. Alleen maar bones. Skeleton, I'm gonna kill you. Woe, lag. Een beetje. Doe het en bedankt, skeleton, voor je bones. Niet voor je pijlen, want die heb je niet eens gegeven. No, skeleton. Dat jij daar had er tegenaan moeten lopen. En waarom heb je nou weer niks goeds gegeven? En hopelijk spant daar geen creeper binnen. Oh, skeletons. Ben ik dat graag of zo? Nee, toch niet. Huh, bovenop Osiris. Een... Kijk, wat voor beest is het? Skeleton! Nee, nogal Osiris nog wel. En een zombie. Nee, creeper. Bovenop onze piramide. Oh, no way. No, no. Niet ontploffen. Dat is het eerste waar we in de serie aan hebben gewerkt. In deze serie dan. Dit was het eerste project. Die ga jij niet tot ontploffing brengen. Die laat jij niet kapot gaan, creeper. Voet, voet. Oké. Veilig. Oké. Eigenlijk moet ik ervoor zorgen dat hieronder ook nog iets zit. Waardoor je een soort vluchtcapsule. Ik ben mezelf nu wel op ideeën. Maar goed, ik ga steeds even planten. Oh, dit zit nog één te hoog. Shoveling. I'm shoveling. All day. All day, I'm shoveling. Come on. Oké, dit gaat helemaal goed nu. Dan kan het zometeen vanaf daar naar daar groeien. Alleen moet ik eerst dit hier eventjes aanpassen. Dat moet allemaal zand worden. En zand heb ik wel, dus. Kan ik een pickaxe? Ja. Oké, we zijn allemaal deze gang ingegaan. Oh ja, dit was mijn klein ondergronds gangetje waarmee ik van het ene eiland naar het andere eiland ging. Dat was onze eerste route. Later is die brug erbij gekomen, maar we hebben al bijna geen tijd meer. Dus ik kill nog wel eventjes een zombie. Stomme zombie, I want to kill you. Nee, dank je. Staat daar nog een zombie te burnen? Die wil ik ook weg hebben. Mooi.
Maar goed, dit was het dan weer voor deze keer. De laatste informatie staat in de outro. Zoals gewoonlijk. En dan zeg ik nu. Nou ja, wanneer ik in mijn huis zit. Kom op. Alles en iedereen, ik zeg het nu al, tot de volgende keer. En vergeet natuurlijk niet de dronk even te checken.